Like de video met een hand op je wang. Ik daag je uit. Brookhaven. Het is een prachtige stad. En omdat zoveel mensen het spelen, zijn er heel veel servers. Een server is eigenlijk een ruimte waar een aantal mensen in kunnen. En in Brookhaven kunnen er 18 mensen in één server. Dus als je Brookhaven opstart, ben je daar meestal met 17 anderen. Maar wat nou als er 1000 mensen in Brookhaven zouden zijn? Hoe ziet de stad er dan uit? Welkom in Brookhaven. Oh my gosh. Stel voor je start Roblox op. En dit is wat je ziet. Ik heb gewoon zin om nu te dansen. Ik doe gewoon alsof ik Brookhaven speel. En het eerste is het zwembad. Mensen. Het tweede is de weg. Mensen. De bushalte. En zelfs als ik richting de bank loop. Oh my gosh. Nu durf ik de bank niet te overvallen. Er zijn nogal wat getuigen. De kledingwinkel zit vol. Het zit zelfs hier vol. En je kunt er geen eens iets kopen. En oh my gosh, het wordt alleen maar erger als we richting de school gaan. Er zitten mensen op een dak. Oh, dit is zo chaotisch. Normaal gesproken in Brookhaven is het wel mogelijk om iedereen in de server te leren kennen. Het zijn 17 mensen. Maar hoe ga je de naam van 1000 mensen onthouden? Ik heb nu al medelijden met de leraren van deze school. Ik denk dat het nogal luidruchtig is in de klas. Het voelt letterlijk alsof Roblox overstroomd is. Maar in plaats van water zijn er spelers. Oké, het politiebureau. Je gaat me niet vertellen dat mensen daar vrijwillig binnen zijn. Want als je daar normaal bent in Brookhaven, word je aangehouden. En zelfs hier zijn spelers. En oh my gosh, hier is het ergste. Waarschijnlijk omdat hier de leukste dingen zijn, zoals de ijssalon en de arcade. Mensen zitten op het dak. Ik moet wel zeggen, het is waarschijnlijk wel goed voor de winkels. Ik denk dat die 1000 keer meer verdienen dan normaal. Ik bedoel, kijk de supermarkt. Er staan letterlijk spelers op de pizza. Ja, doe mij maar pizza met schoenzolsmaak. Laat in de reacties weten, in welke Roblox game zou je dit nog meer willen zien? In Adopt Me? In Rainbow Friends? Oh, dat is perfect. Ik had het niet gezien, maar ik ben nu een heel stuk sneller. Er zitten mensen op het dak van het politiebureau. Dat is vragen om naar de gevangenis te gaan. Dit voelt letterlijk alsof ik een obby speel. Alleen in plaats van lasers en obstakels moet ik over mensen heen springen. Het is zo raar. Oh, wacht. De enige plek waar niemand binnen is, is de daycare. En waarschijnlijk is dat omdat niemand hier een baby is. Behalve ik, Gucci Gaga. En nu vraag je je misschien af, Job, waarom kunnen er maar 18 mensen in Brookhaven normaal? Nou ja, denk erover na. Stel voor, al deze spelers moeten in Brookhaven een huis krijgen. Waar ga je die dan neerzetten? Ik denk serieus dat spelers dan onder de map moeten gaan wonen. En waarschijnlijk letterlijk in de lucht. Er kunnen dus ook maar 18 huizen in Brookhaven. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon echt leuk om door de stad heen te rennen. Dit voelt letterlijk als een soort van glitch. En ik denk dat elke wc op dit moment bezet is in Brookhaven. Dus ik wil niet weten hoe het hier gaat ruiken. En even om je geheugen weer op te frissen. Dit is hoe Brookhaven er normaal gesproken uitziet. En ja, er zijn mensen, maar niet 1000. En om eerlijk te zijn, ik snap wel dat er maximaal 18 mensen in Brookhaven kunnen wonen. Dit is zoveel malen beter. Ik kan normaal van de glijbaan afglijden zonder dat ik mijn hoofd stoot. Ik kan rustig kleding kopen, een beetje koffie drinken. Ik lust geen koffie. En ik kan zelfs de bank overvallen zonder dat iemand het ziet. En dat vind ik misschien wel het leukste. Maar stel voor, Brookhaven was 1000 keer rijker. Zoveel Robux, je ziet bijna niks anders. Hoe ziet de stad er dan uit? Oh, hier ben ik echt benieuwd naar. Welkom in Rich Heaven. Met alleen maar gouden fietsen. En letterlijk bij de spawn heb je gewoon karretjes met goudstaven. In de fontein goud. En op de fontein een schatkist. Met andere woorden, je spant en je hebt eigenlijk al oneindig geld. Dan hebben we hier alleen maar rijke dudes. En ben je nou echt serieus? Gouden auto's. Deze Brookhaven is zo rijk dat er letterlijk geld op de weg ligt. Normaal liggen er hondenpoepjes, oké? Weet je wat? Laten we beginnen met de supermarkt. Heb je dit ooit meegemaakt? Stel voor je staat nu bij de kassa en je wil afrekenen. Dan pak je gewoon wat geld van de vloer. Alsjeblieft, niemand heeft meer een portemonnee nodig. Maar dat is volgens mij niet alles. Want we hebben hier de kapper, overal Robux. Dan hebben we hier de ijssalon, overal Robux. Waarschijnlijk smaakt het ijs naar Robux. Bleh. En zelfs in de arcade is er overal Robux. En dat is chill. Want volgens mij kunnen die arcadekasten best wel duur zijn om op te spelen. Nou ja, je kijkt naar de vloer en je kunt een jaar spelen. Waarschijnlijk 10 jaar. En er staat letterlijk een Roblox logo en een goud standbeeld op het politiebureau. En normaal gesproken is dit de plek waar gevangenen zitten. Nou, nu niet. Ik bedoel, ja. Waarschijnlijk is er niemand die de bank overvalt, want er is gewoon... Er zijn overal Robux. Of zitten er misschien wel mensen in de gevangenis, want... Wacht, wat? En deze dude heeft een Dominus. Ik heb nu iets gestolen in de gevangenis. Ja, ik ga hier alvast zitten. Je mag hem hebben hoor. Ik heb er zelf nog 600 thuis. 600? Deze die kostte 10.000. Oké, weet je, laat maar. En hier hebben we ook weer een rijke gast. Maar om heel eerlijk te zijn, is het nog wel leuk als er zoveel Robux zouden liggen in Brookhaven. Ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, kom op. En oh ja, de parkeerplaatsen staan letterlijk alleen maar vol met gouden auto's. Maar wacht even, betekent dat dat ik... Jazeker, ik kan erin rijden. Oh, dat gaat een beetje snel. Dat gaat serieus een beetje...
Ach ja, ze kunnen vast wel een nieuwe kopen. En wacht eens even, waarom zie ik dat nu pas? Dat daar is letterlijk het Robux logo. Wacht eens even. Net stonden er allemaal mensen op het dak. En nu liggen er Robux op het dak. Stel voor je hebt geld nodig en dan klim je gewoon even je dak op. Ik kan er weer tegenaan. En oh my gosh. Alle huizen in Brookhaven zijn villa's. Oké, kleine house tour. Ook al is dit niet mijn huis. Oké, we gaan naar binnen toe. Het is wel een beetje donker hoor. Dan heb je zoveel geld en dan heb je geen eens een lamp. Oké, er is echt superveel ruimte. En als je helemaal naar boven gaat. Oh my gosh. Dan heb je hier letterlijk je eigen zwembad. Oké, we gaan van villa naar villa. De allerrijkste speler in Rich Heaven, zoals ik het heb genoemd, woont hier. Deze speler heeft een privéjet, zijn eigen vliegtuig dus, een eigen helikopter met landingsbaan en in totaal 1, 2, 3, 4, weet ik veel, 100.000 auto's. Dan heeft hij daar ook nog een zwembad bij en dan heb ik het huis zelf nog niet eens gecheckt. Oh, wauw. Oké, laten we een kijkje nemen. Oeh, dat is wel heel veel licht. Had je dat niet kunnen delen met die andere huizen? Oké, wat hebben we hier? Oh, dit is een soort van kantoor en dan hebben we hier een waskamer. Ik zie geen bad. Daarnaast hebben we de badkamer. En dan kunnen we nog een verdieping naar boven. En daar hebben we echt gewoon de beste chillplek. Je kunt hier sporten, darten, je kunt gamen. En dan heb je hier een prachtig balkon. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het best wel snel gaat vervelen. Zijn dat gouden kikkers? Oké, ik neem mijn woorden terug. Dit is zo cool. Neem maar denk erover na. Als Brookhaven er op deze manier uit zou zien, heb je letterlijk in de eerste 10 minuten dat je speelt alles al gedaan. Robux, Robux, Robux staat er op het dak. Er is letterlijk geen uitdaging meer. Wat? Is de weg nou gemaakt van Robux? Ben je serieus? Maar nu ben ik echt heel benieuwd. Normaal gesproken is de enige plek in Brookhaven waar Robux liggen de bank. En ja, dan moet je de kluis openen. En dat mag niet. Maar hoe zit dat in deze Brookhaven? Ben je serieus? Je hoeft niet eens naar boven te lopen om naar de kluis te gaan. Er liggen letterlijk tassen met Robux voor het oprapen. Maar wat als je toch even boven kijkt? Dit is letterlijk een bed met geld. En dan hebben we hier de gouden Dominus. Voor alle duidelijkheid, dit is een van de duurste items in Roblox. Hier krijg je het gewoon gratis. En het zwembad zit gevuld met diamanten en geld. Ouch. Ik denk niet dat je daarop terecht wil komen via de glijbaan. Maar hey, we doen het voor de wetenschap. Let's go. Oké, de glijbaan is letterlijk stuk. Wah, plons. Hey, ik heb deze auto's nog niet geprobeerd. Oké, het geluid is best wel hard. Volgens mij gaat dit niet volgens plan. Oh. Oh, mijn auto... vliegt bijna de map uit. Oké. Om eerlijk te zijn, ik vind de echte Brookhaven dan toch wel een stukje gezelliger. Geen gratis geld bij de span, maar wel een schommel. Geen zwembad met diamanten, maar wel een bushalte. Geen bank met gratis Robux, maar wel een gevangenis. Oké, dan gaan we in de kamer hiernaast kijken. Ah, ik weet het al. Dit is PJ, hoe die eruit zou gaan zien toen de trailer van Poppy Playtime Chapter 2 uitkwam. Uiteindelijk hebben ze hem aangepast, maar dit is hoe die er eerst zou uitzien. En dan hebben we hiernaast... Oké, dit is een instinker. Als je denkt aan een bloem en aan Poppy Playtime, dan denk je aan Daisy de bloem. Maar dit is Flowly, volgens mij. Ja, dit is een karakter wat je in de trailer zag, denk ik. Maar, oh, ik kan hem duwen. Nou, in ieder geval, ik heb dorst, dus ik drink. En dan hebben we het laatste karakter... Killy Billy. Oké, ik ga er vandoor. Nou, dat was best cool. Abonneer voor meer. En adios.